Goedemorgen, nog net vanuit een feestend buurtgat. Vanwege het 44-jarig bestaan van de Buurlanders. Ik ga even een klein interviewtje afnemen met dorpsprins Kobus en zijn prinses Mia. Goedemorgen. Goedemorgen. 44 jaar Buurlanders, jullie prins en prinses. Is dat nou Kobus en Mia de win-win situatie? Ah, dit is natuurlijk een win-win situatie. Het is meer dan bijzonder dat je natuurlijk met zo'n jubileumjaar dat je dan voor mag gaan voor de Buurlanders. Dat is heel bijzonder. Ik weet als geen ander, ik ben 3 jaar adjudant geweest. Ik weet natuurlijk als geen ander hoe het is om in het feestgedruis mee te gaan. Ik moet wel eerlijk zeggen, als je dan als prins daar staat, is het nog meer bijzonder als je dan kijkt wat voor verrassing dat allemaal op je afkomt. Het is geweldig. Oké, Mia, het is ook 22 jaar de Roudouwers. Verwacht je nog iets extra's van hun vanmiddag tijdens een optocht? Ik laat het helemaal op me afkomen. Alles zit er tot nu toe nog steeds vol verrassingen. Dus wat er bij de optocht gebeurt, laat maar komen. Ik zou zeggen, gas erop. Dat is inderdaad een heel mooi motto. Ik wens jullie heel veel plezier vanmiddag. Dadelijk zal hier de nieuwe prinsenwagen onthuld worden van CV de Buurlanders. De wagen zal onthuld worden door prins Kobus en prinses Mia. Waarna dat hij ingezegend zal worden door pastoor Van Lamoen. Het is wel een applausje waard inderdaad. Het is dan ook te doen gebruikelijk dat wij onze prinsenwagen een mooie naam geven. Dat ze in Eersel in een nieuwe prinsenwagen hebben die lukt op Nijwater. Dat ze in Eersel in een nieuwe prinsenwagen hebben die lukt op Nijwater. En toen ik die wagen hier zag, toen dacht ik, ik breng me een diaken mee, dan kan hij met 2 kwasten zegenen. Want daar heeft hij denk ik toch wel nodig qua omvang. Hè? Zegen deze wagen dat hij veilig door het verkeer mag komen. En dat hij ons de weg mag wijzen naar een fijne carnaval, waarin we samen met elkaar een gezellig en een mooi feest vieren dat ons verbroedert en samenbrengt. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar zijn jullie van? Wij zijn van de carnavalsvereniging De Buurlanders. Zijn jullie het Buurlanders promotieteam, zeg maar? Ja, dat kun je wel zeggen. Hier hebben we traditioneel Harmonie de Goede Hoop. Die altijd voorop gaan in de optocht hier in Buurtgat. Het jubilerende Buurtgat, want De Buurlanders bestaan 44 jaar. Hier hebben we de veldwachter die alles in goede banen zal leiden. Hier hebben we de wagen van de jeugdraad met prins Stijn, prinses Evelien en Forsep. We zijn alweer goed in de stemming en jong geleerd is oud gedaan. Hier hebben we kom er eens. Simpel in zijn eenvoud, maar natuurlijk hartstikke goed bedacht. Hier hebben we een bijdrage van Bierens zonder Bierens. Hij zit al 44 jaar bij zijn eigen in de knoop. Gefeliciteerd met jullie 22-jarig bestaan. Mag ik je zoenen? Prachtige voorstellingen van de Roudouwers. Trouwens, 22 jaar. Daar hebben ze toen gevierd met de allerlangste wagen van Brabant. En die was wel 46 meter lang. Dit is de allerlangste van Brabant, zeker? Kijk, daar komt hij aan. De lengte doet er wel toe. Lengte doet er zeker toe. Of hoe lang is die? Hij is 47 en een beetje. We hebben de Flapsengels. Vorig jaar nog deelnemers aan de jeugdoptocht. Dit jaar maken ze hun debuut bij het grote mensencarnaval, zeg maar, met hun thema carnaval in een grote poppenkast. Achie! Goed voor jullie? Hè? Ja, jij bent goed genoeg. Moet ik even meekomen? Ja. We hebben iemand gebeld. Applaus, Ties. Geweldig! Applaus! Maar het is niet goed genoeg. We gaan verder met onze podcast.
Hier hebben we een aantal die een flinke noot kraken. Wij zijn van het Kempisch Kamerkoor. Dan een hoog of een lage noot? Doe maar een lage noot. Dankjewel. Ik kan nog lager. Kunt u nog lager? Doei! Hier hebben we de wasvrouwtjes. En die hebben een gimmick gemaakt op het thema van dit jaar. Gas erop. Ja, wasvrouwtjes zijn natuurlijk was erop. Hele mooie act van de wasvrouwtjes. Hebben jullie een probleem? Ja, ik heb net begrepen dat wij het motto bijna goed hadden deze jaar. Je zit er iets langs, maar het is wel hulschoon. Het schijnt niet was erop te zijn, maar gas erop. Nou ja, ik niet zo die erop letten met deze dag, toch? Ja, maar ik moet aan die meiden uit gaan leggen. Ja, dat is toch een klein probleem, maar jij lost dat wel op. Ik ga proberen. Succes! Hier hebben we een bijdrage van John en Meike. Want schoonvolk, ik schilderij. Wie? Oh, is die al klaar? Ja, bijna. Ga opschieten, gas erop. Hij is al klaar. Mijn schilderij. Kijk eens, hartstikke mooi. Hier hebben we het eerste gedeelte van CV Knettergek. Hoe komt het erop? Hoe komt het erop? Hoe komt het er nou op? Dan moet je met een ballon doen. Met een ballon? Ja, dat kunnen we erop, hè. Hey. Het is goed dat de ballonnen met helium gevuld zijn. Kijk, zo komen erop dus. Je zal waarschijnlijk de volgende variant zijn van hoe erop komt. En dit moet touw zijn. Ook via touw kunnen erop komen. En de afsluitende wagen van CV Knettergek. Hier hebben we de tweede jeugd mee. We komen eraan. Hier hebben we de Oude Dijk, buurtvereniging met een silicon carnaval. Ook zij zullen een mooie act voor onze petto hebben, we gaan er zo even naar kijken. Hallo! Hallo, wil eens even kijken? Ja, dat ga ik doen. Zit er ook kak tussen? Ja, helaas zit er nog kak tussen. Oh nee, hè. Ik dacht het zal net gaan, maar... Nee, je moet nog een keer toilet maken, meske. Hier hebben we Frans en Carolien. Hello. Nice to meet you. Oh, a moment, please. A moment. I lost weight already. It's good. Nice to meet you. Thank you. Thank you. Nice to meet you too. Nice to meet you too. There's a dollar bill on the bus. En daar zijn ze, onze oude prins, prins Antoon en zijn prinses Jo.
Hier hebben we een act van carnavalsvereniging De Dwars. De Dwerskleppels moet ik zeggen. We hebben de rest van de Dwerskleppels. Gelukkig doet de muziek het weg. Carnavalsvereniging De Beunhazen. We zijn niet te stoppen. Of ze liggen non-stop te pitten, dat kan ook natuurlijk. Even kijken naar hun act. Vereniging Stokkelen speelt vals dit jaar. We gaan eens even kijken. Ook traditioneel altijd een hele mooie en uitgebreide act en wagen. We gaan ervan genieten. Schitterend toch? Echt schitterend. Ja, ja, ja. Geweldig, hè? Top. Heb je ons Jim al zien? Morgen zie je dobbelsteen naar je in leven. Anders hebben ze hard gewerkt. Ja, oh. Dat kunnen we wel zien ook. Ongelooflijk. Schitterend gemaakt. Ja, Jamie. Hele grote club natuurlijk, Stokkelen. Ik geloof dat er wel maar 39 figuranten zijn. Hoppa, twee. Geweldig, echt geweldig. Van Dio de Spetters. Normaal wordt een hulpploeg. Weer en een zoen. Dankjewel. Gezet de spetter jij. Ja. Hier hebben we ZZ de Bier gewonnen. Ook al jarenlang eigenlijk deelnemend aan de optocht. En ook vaker de prijzen gevallen. Ze hebben zoiets van heel Irsel bakt. Ik mag ook gaan bakken. Ja. Zit je daar helemaal in? Laatste kans van vandaag en de tijd gaat nu in. Daar is de stad. Dag. Oh. Pak maar, ja. Het is niet warm, hè? Het voelt is niet. Het voelt is niet warm, hè? Hé, hey, zo kan Wissel niet bakken. Gas erop! Hop, hop, gas erop. Zet dit feestje op z'n kop. Hop, hop, gas erop. Zet dit feestje op z'n kop. Lekker hoor. Alsjeblieft. Met de bierkanonnen. Een vereniging die eigenlijk zijn oorsprong heeft. Mensen die vlak bij de sporthal de Kraanvogel in Eersel wonen.
En inmiddels uitgegroeid tot een professionele carnavalsvereniging. Daar hebben we buurtschap Schaak. Schadewijk, maar Schaak, dat is plat Eersels en het begrip. Ook al jaren deelnemer. We hebben alweer de afsluiter van het buurtgatse optocht van dit jaar 2017. De nieuwe Prinsenwagen, zoals u heeft kunnen zien eerder vanochtend, onthuld door het prinsenpaar Kobus, Prins Kobus en Prinses Mia. En natuurlijk is de boot uitgebreid ingewijd met een glaas champagne met en door de pastoor. Die er zelf twee borstels voor nodig had om heel de wagen in te kunnen wijden. Het is ook een schitterende wagen geworden. En we hopen dat de buurlanders hier weer tot een lengte van jaren kunnen genieten.